Dat zijn eigenlijk bijna pantoffels. Ah! Als ik naar de Action ga en ik haal deze niet, ben ik dan überhaupt wel bij de Action geweest? Hallo allemaal, super leuk jullie kijken naar deze video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin, waar ik ook regelmatig shopvlogs doe. En ook op dit kanaal heb ik voor jullie vandaag een leuke shopvlog. Ik heb hele toffe dingetjes gevonden, dus ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien. Als je zin hebt in deze video, doe dan natuurlijk alvast je duimpje omhoog. Laat straks ook weten of jij een van deze dingen misschien ook al geshopt hebt. En vergeet niet om te abonneren op dit kanaal. Dan gaan we heel snel kijken. Ik heb hier al een hele grote tas staan, die ga ik even neerzetten. Hier nog een grote tas. Waar ga ik beginnen? Even serieus, waar ga ik beginnen? Weet je wat, ik ga gewoon nog eventjes tropisch beginnen. Ik weet het, er komt een nieuw seizoen aan. En spoiler, ik heb ook hele leuke herfstdingetjes gevonden. Maar ik vond deze microvezelboekjes te leuk om te laten liggen. Is toch leuk, is weer eens wat anders dan zo'n roze of gele of paarse. Ze hebben überhaupt allerlei leuke kleurtjes. Maar nou ja, zo'n print vond ik ook wel een keer leuk voor de verandering. En deze waren 55 cent per stuk. Nou weet je wat, laten we dan ook gewoon meteen dat sprongetje maken naar het volgende seizoen. Ik kwam namelijk deze kruidnoten tegen. En ik heb deze nog nooit gehad. Dit is karamel zeezout. Deze leken me echt best wel lekker. Ik heb geen idee, ik heb ze nog nooit gehad. Dus nu moet ik ze even proeven. Smaakt naar karamel zeezout. Wat een verrassing. Oeh ja, ja, ja. Ja, nu komt het zoutgedeelte. Die volgt altijd later, weet je wel. Oh, heerlijk. Lekker. Deze waren 1,49. Ik vind het nu al waard. Ik neem er nog één. Dan ga ik gewoon maar door met mijn topper. Misschien zie je hem al een beetje en ik probeer het nog spannend te houden. Maar ik heb dus deze geweldige poef gevonden. Oh, jongens, echt altijd als ik zo'n poef tegenkom in een winkel, dan denk ik... Moet ik hebben? Nee, heb ik eigenlijk geen plek voor. Moet ik toch hebben? Geen plek voor. Moet ik hebben? Geen plek. Wordt een soort van conflict in mijn hoofd. En dit keer dacht ik, nou, deze wil ik toch gewoon echt mee naar huis nemen. Ik vind dit zo mooi. Zo'n velvet poef. Het voelt ook heel lekker aan trouwens. Mooi afgezet met goud. Ik kwam wel nog een poef tegen. Die is echt precies de kleur van mijn bank. Deze matcht net niet helemaal. En die andere is echt precies de kleur van mijn bank. Toen heb ik nog getwijfeld of ik die mee zou nemen. Maar ik vond deze uiteindelijk toch mooier. Laat me trouwens weten welke jullie het mooist vonden. Deze is er namelijk ook nog in het zwart. Dus misschien zeg je wel, oh, ik vind die zwarte leuker. Maar ik vind dit in roze gewoon echt te cute. Ik kon hem niet laten staan. En deze is €14,95. Oké, dan gaan we door met iets wat ik eigenlijk helemaal niet zo spannend vind om te halen. Namelijk een pan. Echt een noodzakelijk kwaad als je het mij vraagt. Maar ja, goed. Dit is een pan van 24 centimeter. Ja, weet ik veel eigenlijk. Wat ga ik nou eigenlijk vertellen over zo'n pan? Ik ben gewoon heel blij dat hij op inductie kan. En deze was €6,99. Nou, over pannetjes gesproken. Ik kwam dus ook deze serveermandjes tegen. Hier kun je dus gewoon je frietjes in serveren. Nou, en deze waren maar 99 cent per stuk. Dus ja, ik vond het wel leuk om gewoon een hele set te halen. Dan kan je lekker veel friet in kwijt. Nou, ook leuk om mee te serveren zijn deze rietjes. Bendable rietjes, dus je kunt ze benden. Meestal zijn dit soort papieren rietjes namelijk niet te buigen. Dus ja, heel belangrijk om toch even te vermelden. Ook eco-friendly, ook belangrijk om te vermelden. En ze zijn 69 cent. Dan iets wat ik de laatste tijd ook best wel vaak heb gehaald bij Action. Wenskaarten. Dit zijn luxe wenskaarten zonder tekst. En die vond ik ook echt wel een keer nodig. Meestal staat er dan iets op van speciaal voor jou, gefeliciteerd. Maar misschien wil je iemand een keertje niet feliciteren, maar is het gewoon... weet ik veel, een winactie of zo die ik doe, dan wil ik dat ik daar gewoon mijn eigen invulling aan kan geven. Dus ik dacht het is wel handig om van die kaarten te hebben waar verder helemaal niks op staat. En deze zijn 99 cent, dus voor een euro heb je meteen 10 kaarten. Ja, vind ik echt top. Plus 10 enveloppen. Dan heb ik ook deze air freshener meegenomen, ofwel een luchtverfrisser. En deze komt weer van het merk Good Clean Naturally. En daar hebben ze bij de Action echt heel veel dingetjes van. En dit keer dus de air freshener in de geur lavendel en patchouli. En jullie kunnen niet meeruiken, maar ik ga er toch even induiken. Oh, dat ruimde ook nog. Oh, en het is zo lekker. Oh, het is echt heel lekker. Deze is trouwens ook gerecycled. 98% plant-based ingredients. En deze was 97 cent. Nou, om dan een beetje in de sfeer van geuren te blijven,
Ga ik meteen maar door met geurkaarsen. Ik heb deze gehaald. Dit is de Cedarwood Pureness Scented Candle. En ja, ik vind die er ook nog wel mooi uitzien. Eigenlijk is die heel chic. Simpel en chic. Echt heerlijk. Ik vind Cedarwood altijd gewoon lekker. En ja, dit vind ik ook gewoon overal wel heel mooi staan. Hij ziet er eigenlijk ook wel een beetje luxe uit en duur. Terwijl hij dus maar €2,99 was. Dan heb ik nog een geurkaars gehaald. En dat is deze. Die heeft een beetje zo'n apothekers look, weet je wel. Maar het is gewoon weer een heerlijke geurkaas. Oh, deze ruikt ook echt top. Ja, sorry, jullie kunnen weer niet meeruiken. Maar dit is dus de Wildflower. En voor mij ruikt hij ook wel een klein beetje fruitig en zoet. Het is ook wel iets warms of zo. En deze is €3,49. Dan nog zoiets wat ik altijd haal bij de Action. Dit zijn foodies. En dat zijn dus ja, van die sokjes die heel handig zijn voor in je sneakers. Echt serieus, ik haal deze altijd. Als ik naar de Action ga en ik haal deze niet, ben ik dan überhaupt wel bij de Action geweest? En ik heb dit keer gewoon alleen de witte gehaald, maar de zwarte, die heb ik ook altijd wel weer nodig in het leven. Deze waren €1,49. Oh ja, nog meer van die lekkere geuren vond ik in deze fragrance sachets, zoals dat heet. Dus dat zijn van die geurzakjes die je lekker in je kledingkast kunt ophangen of ergens anders, ja. Waar hangen jullie dit soort zakjes op? Alleen in je kledingkast? Of heb je misschien nog andere geheimpjes over waar je deze bewaart? Misschien is het ook wel goed voor in je kussen of zo. Ik zeg maar wat geks. Laat het weten in de comments. In ieder geval dacht ik, weet je wat? Ik ga voor de Pinewood en de Pumpkin Spice. Ik heb ze niet kunnen ruiken in de winkel. Maar dit lijken mij gewoon van die heerlijke herfstgeuren. Zag er ook lekker herfstig uit. Dat vind ik ook van die kaarsen en dit soort dingen, weet je. We gaan straks weer wat meer binnen zijn. En dan wil je gewoon dat het overal lekker ruikt. Oh, ik hou hier zo van. Die is alvast goedgekeurd. En deze is wat frisser. Maar ook helemaal goedgekeurd. Ik vind dit echt top. Deze waren €0,49 per stuk. Oké, met het volgende item ben ik wel echt helemaal klaar voor de herfst en de winter. Dit zijn namelijk van die home socks. Home socks. Dat zijn eigenlijk bijna pantoffels. Je kunt ze ook ophangen aan de schoorsteen. En wie weet heb je dan de volgende dag een leuk cadeautje erin zitten. Ja, dan zou ik wel wachten tot 5 december of 25 december. Maar goed, heerlijke sokken zijn dit. Kijk, ze hebben een soort van velvet lookje en ze zijn heel zacht. Van buiten, maar ook van binnen. En deze zijn maar €3,95. Dus ik snap eigenlijk niet dat ik maar één paar heb gehaald. Nou, wat ik wel leuk vind is dat ze bij de Action ook een hele soort van sportafdeling hebben. Dus ze hebben van die dumbbells en nou, nog meer dingen die je kunt optillen en zo. Mij niet gezien. Maar weet je wat? Ik wil me toch wel wagen aan de resistance bands, ofwel de weerstandbanden. Want ik denk dat je daarmee wel je spiergroepen nog net iets meer kan trainen. Inmiddels heb ik al heel lang niet meer thuis gesport, maar wie weet gaat dit me wel motiveren. Ik heb maar gewoon de medium genomen, maar hij is er ook in heavy, dus deze is 7 kilo, maar je hebt hem ook in 10 kilo. Dat is de heavy, geloof ik. En normaal gesproken heb je natuurlijk van die rubberen. Die hebben ze trouwens ook gewoon bij de Action. Maar ik dacht, ik wil dit wel eens een keertje proberen. Dit is blijkbaar voor 46% nylon en voor 24% polyester en dan nog 30% rubber. Ik ben alvast begonnen. Hij was €2,99 en ik hoop hem gauw uit te gaan proberen. Dan heb ik ook nog een tandpasta meegenomen van Colgate. En ik vind het zo fijn dat deze zo betaalbaar zijn bij Action. Deze was €1,22 en dit is de Max White Protect. En ja, ik weet niet of jullie dit ook al wel eens hebben geprobeerd. Maar ik heb dus wel echt het idee dat dit soort tandpasta's helpen om je tanden wat witter te doen lijken. Kan ook allemaal tussen mijn oren zitten. Ik heb geen idee. Maar wat ik hier wel fijn aan vind is dat er ook nog op staat polishes, builds en protects. Dus het is ook wel gewoon ja, verzorgend. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, last maar zeker niet least is deze electric face massager. Misschien moet ik hem er even uithalen, want eigenlijk ben ik hier ook wel heel benieuwd naar. Ik ga niet voor je liegen, ik heb meteen batterijen gehaald. Ik wil weten of dit werkt. Batterijen ook trouwens van de Action, maar ja goed, dat was gewoon meer een beetje voor deze. Voor een glowy and calm skin. Jongens, ik ben zo benieuwd. Hij was trouwens €3,49 en die batterijen die zijn €0,95 voor 4 stuks. Oké, de batterij doe je er dus blijkbaar aan de bovenkant in. Ah! Je hoort hem waarschijnlijk al. Ik voel hem nu dus ook. Ja, als het goed is kun je dan dus gewoon, nou ja, waar je wilt beginnen. Oh, jongens, ja, mijn hand trilt ook echt helemaal mee. Maar dit is wel heel rustgevend, hé. Ah, kijk haar even gelukkig zijn dan. Ik weet niet of ik ook zo over make-up heen moet ermee. Nou, ik ben hier helemaal enthousiast over. Ik ga hem nog even iets beter in beeld laten zien.
dan zie je zeg maar dat het er eigenlijk ook best wel mooi uitziet. En het voelt nog lekker ook. Het is echt een massage. 100% natural rose quartz? Echt? Wat een goede afsluiter ook meteen. Dit waren alle items, jongens. Ik ben echt super blij. Super blij. Dus ik hoop dat jullie dit ook weer een hele leuke video vonden. If zo, doe dan natuurlijk even je duimpje omhoog. Laat ook een leuke reactie achter. Welk van deze items zou jij zelf absoluut in huis willen halen? En vergeet ook niet om even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel. Doeg!